Kijk, dus toen ik deze man uitnodigde, was het voor mij duidelijk dat ik mezelf moest oppompen. Ik moest mezelf helemaal fired up maken om dit gesprek aan te gaan. Want deze man is een beest. En ik heb hem met reden uitgenodigd voor deze Zoom-interview, omdat hij een van de weinige mensen is die ik ken, die mensen over een grens trekken als ze bereid zijn over een grens te gaan. Met zijn bedrijf Beyond Yourself doet hij waar vele anderen aankomen, maar niet overheen gaan. Namelijk mensen uitnodigen om niet op te geven wanneer je tegen een max aanloopt. Omdat er zoveel meer potentie zit voorbij dat ene punt wat jij denkt dat maximaal haalbaar is. En daarom wil ik deze man aan jullie voorstellen. Ik ga met hem praten vandaag over je mentale en fysieke gemoedsrust. Je mentale en fysieke conditie. Alles wat te maken heeft met lichaam en geest. Wat van belang is om jouw grote potentie eruit te halen. Het is een man die ik heb leren kennen, waarmee ik binnenkort ga samenwerken. Helaas kwam coronavirus en toen hebben we alles even moeten parkeren. Maar we gaan een samenwerking aan, omdat we veel raakvlak hebben op dit gebied. Maar laat die man zichzelf even aan jullie voorstellen. Geef even aan, wie ben jij en wat doe je? Welkom iedereen, dank jullie dat jullie intunen. Mijn naam is Aymer Dan. Ik ben momenteel actief als motivational speaker. Nog niet super actief in shows of wat dan ook, maar wel gewoon in het dagelijks leven. Veel met de medemens aan de slag om ieder persoon voorbij hun grenzen te helpen. Zowel op sportief vlak, maar dus ook op mentaal vlak. Vader van 4 kinderen. Ik heb een lieve vriendin. Work hard, play hard, that's my motivation. En je hebt een mooi wit ringbaardje die je eerder nog niet had. Dat is ook nieuw. Nee, dit is corona. Dit is pre-corona. Dit is opgebouwd in de corona-periode. Ik zei even tegen mezelf, ah joh. We gaan Laat me staan. nergens. Ik zie niemand. Laat maar staan en kijk hoe het uitpakt. It fits you, man. It fits you, man. Like a Thank glove. you very much. Thank you Hey, very much. ik vertelde al in de inleiding dat jij doet werk wat grensoverstijgend is. En daar ga ik het natuurlijk vandaag met je over hebben. Maar ik weet dat je kan alleen maar dit werk doen als je zelf tegen bepaalde grenzen bent aangelopen in je leven en je daar overheen moet gaan. Dus you have a Klopt. story to tell. En ik weet dat jij zegt vaak, dat heb je tegen mij gezegd, tegen andere mensen, tegen jouw cliënten waar je mee werkt, van opgeven is geen optie. Heb Nee, jij in jouw nooit. leven tegenslag meegemaakt? En weet je, wat heb je daarvan geleerd, wat je dus nu weer anderen kan meegeven als inspiratie? Nou, ik denk dat we dan moeten teruggaan naar het punt dat ik eigenlijk een jonge gast ben van ongeveer pakweg 11, 12 jaar met een droom profvoetballer worden. In principe niet echt de volledige talent in bezit hebben, maar wel bijvoorbeeld door mijn ouderlijke huis een bepaalde mentaliteit. De mentaliteit van nooit opgeven. Dat is van hey, als ik me ergens voor inzet, ga ervoor dromen van, maar niet alleen dromen, nee, je moet ook actie ondernemen. Een stukje passie combineren met hard werken, dat zal uiteindelijk resulteren in het behalen van het doel. Nou, als jong gastje, dan had ik denk ik wel die privilege dat ik ouders bij me had die dus me steunden daarin. Familie, mijn zussen en alles, en mijn broertje. Maar uiteindelijk, iedereen kan je steunen, maar uiteindelijk moet jij die drang hebben van, hey, wat zie je voor ogen? Waar zie je jezelf over zoveel jaren? En wat mij het meeste triggerde was, hey, ik heb een bal aangeraakt. Ik was gelijk verliefd op die bal, dus dat was super simpel. Alleen ik was niet goed erin. Dus ergens komt er ook een punt van, hey, is dit wel voor je weggelegd? Want je kan van iets houden en je kan ervoor gaan, maar als het niet jouw talent is, is dan ook de vraag, kan je het jouw talent maken? Nou, ik was niet de grootste balgoochelaar, maar ik was wel eentje die niet van opgeven kende. Dus ik heb mezelf alles aan moeten leren. En dat is natuurlijk ook met je omgeving. Ik zeg ook altijd, waarmee je omgaat, daarmee word je ook mee besmet. Dus ook in een positieve vorm. Dus ik had heel veel talentvolle jongetjes om me heen. Jongens die alles met een bal konden. En ik eigenlijk bijna niets. Ik had één goede skill, dat was opendraaien en schieten, een goal maken. Dus op een hele vroege leeftijd kwam ik ook tot het punt dat ik dacht van, nou, ik moet gewoon voorin gaan staan en niet achterin.
Want ik heb een goed schot en ik kan goals maken. Nou, resultaat is daarin ook een heel belangrijk punt. Want ja, uiteindelijk bij voetbal draait het allemaal om de goal maken. Nou, dat ging heel veel jaren goed. Nou, in de jeugdige jaren bij een amateurteam gespeeld. Daar me ontwikkeld. Daarna een stap gemaakt naar een iets hoger amateurteam. En dat speelde ook al tegen clubs als Sparta enzovoort. Nou, doordat ik elke keer maar weer, iedere zomer, iedere winter, noem het maar op, weer of geen weer, stond ik op het pleintje om mijn skills te verbeteren. Waar heel veel anderen zeg maar de skills bezaten. Weet je, van hey, ik heb een bepaalde talent. Zag ik dat bij andere jongens niet de drang hadden van hey, ik wil die skills verbeteren of nog meer perfectioneren. En ik denk dat dat ook een beetje nu mijn drijfveer is. Van hey, als je iets bezit wat je hebt gekregen, dat is niet het einde. Weet je, je moet door. Je moet doorknallen. Dat betekent dus ook, dus als je niet talent hebt, dat betekent niet dat het voorbij is. Nee, dan is het, je kan hard werken om die talenten te gaan bezitten. En dat was in mijn geval zo. Dus ik heb uren lang op een pleintje lopen, knallen, kijken wat anderen deden. In mijn eentje al die skills proberen toe te passen. Tot een jaar later kwam het pleintje voorbij, helemaal bomvol. En ik deed de eerste skilltruc. Nou, iedereen lachen en doen en laten, want ja, lag in de deuk omdat ze zagen van ik doe een schaartje. Maar dat schaartje was super bot en hij was niet scherp. Maar uiteindelijk, ik dacht, ja, jullie lachen maar, komt goed. Maar ik heb nu weer een tool om mijn einddoel, en dat is een goal maken, te verbeteren. Nou, en op een gegeven moment topscorer geworden bij Neptunus. Dat was die amateurclub. En door mijn drive en door die goals die ik maakte, kwam Sparta om de hoek kijken. Ja, je viel op. Nou, ja, een kleine grote stap naar voren. Het mooie ervan ook nog was dat ik in de oefenwedstrijd tegen Sparta, C2, scoorde ik 4 keer. Nou, toen ging ik nog heel onschuldig en bloemy naar een scout toe. En ik zeg, hé hey, meneer, wat moet je doen om gescout te worden? Maar je braaf wachten en de scout die ziet iets en die komt er naar je toe. Maar jij liep de scout af. Ja, ik zei tegen een van de jongens bij Sparta, die kende ik. Ik zeg, hé, hoe word je gescout? Weet je wel, scout was toen het hele hype ding. Ik zeg, hoe word je gescout? En hij zei, ja, daar loopt er een scout. Ga daar maar naartoe. Dus ik ren een jongen naar die wedstrijd. 4 keer gescoord. En niet wetend, ik wilde gewoon een stap hogerop. Ik zeg, hé, meneer, Eimer dan. Hoe word je bij Sparta gescout? En het enige wat hij toen zei, ik weet nog precies de meneer, Luc Balkenstein. En die zei tegen me, daar hoef jij je geen zorgen over te maken. En dat was eigenlijk voor mij de stap die ik moest maken. Want de zomer daarna speelde ik bij Sparta. Gelukkig kon ik alles wat ik toen al deed, goals maken, dat bleef ik doen ook bij Sparta. Waardoor ik dus best wel op een korte termijn een bepaalde naam mee kreeg. Ze noemden me destijds een van mijn grote voorbeelden, Patrick Kluivert. Die was toen furore aan het maken bij Ajax. En daar werd ik al heel op vroege leeftijd mee geassocieerd. Ja. Ja. Maar daarna moet je het ook nog zelf doen. Dus ik bleef maar gaan, bleef maar goals maken en alles. Totdat ik na 3 seizoenen bij Sparta de kans kreeg om naar Vitesse te gaan. Dus een stapje hogerop. En dan ben je 16. Ik heb net mijn HAVO-diploma afgerond. En dan moet je een stap maken naar Arnhem. 100 kilometer verderop. Familie, vrienden, iedereen achterlaten. En je vader, moeder. In je eentje op een sporthotel. En dat zijn vaak dingen en sacrifices die mensen niet achter de schermen meekrijgen. Maar dan ben je 16 en zit je daar in Arnhem op je kamertje. Met allemaal verschillende spelers van all over the world. Ik zat met 3 Cameroonese jongens, prachtige, prachtige ventjes. Met de keeper nog, Basje. En met Jorginho, een Braziliaan. En Mike Samuel. Dat was de passie. En heel positief. Nou, Vitesse, nieuw seizoen, voorbereiding goed gedraaid. Helemaal vol van power. Van hé, ik ga dit seizoen kapot maken. Goede resultaten boeken. 5e wedstrijd speelde uit tegen Volendam. Ik was topscorer, 5 goals. En op dat moment gebeurde er iets wat me nog nooit was overkomen. Nou, ik neem een sprint en ik krijg een tackle. Ik denk een beetje op kniehoogte. Boom! Voet bleef staan. Knie, die klap naar buiten. Waardoor ik dus eigenlijk een kruisbandblessure opliep in de 5e wedstrijd. Nou, niet wetende wat het was, ik deed super veel pijn. Ik heb het echt uitgegild. Pijngrens was toen nog niet zo hoog. En eigenlijk
is op dat moment is de knop omgedraaid. Want ik moest naar een dokter toe gaan en die zei van tegen oké, je kan het vergeten. Profvoetbal kan je vergeten. Dat waren ze precieze woorden. Dus ik was helemaal down and out. En ik heb toen ook even met mijn ouders gesproken van oké, wat nu? Sociale carrière en al dat soort dingen. Maar ja, ik wilde altijd mijn vader achterna. Die was boekhouder bij een groot bedrijf in Rotterdam. En ik zei altijd, als ik geen voetballer word, dan word ik accountant. Weet je, ik hou van cijfertjes, dat komt wel goed. Maar iets zei me nog van, nee. Niet omdat iemand iets zegt tegen mij, dan bepaalt hij mijn lot voor mij. Dus in de zin van, oh, je wordt niet meer een... Je gaat je doel niet meer bereiken, punt. En toen dacht ik van, hey, wie ben jij? Ook al ben je een dokter, je bent geleerd op jouw specifiek vak. Wie ben jij om mij te gaan zeggen wat mijn beperkingen zijn en wat ik dat niet meer kan behalen? Hij kan jou niet beter kennen dan dat jij jezelf kent. Bam. En natuurlijk, juridisch, medisch of weet toch, op de specialisten hun vlak kunnen ze altijd hun mening of hun conclusies trekken. Maar ik heb een second opinion genomen nadat ik mijn trainer had gesproken. Die zei van, nou, ik ken nog een hele goede dokter, een dokter Heijboer, hier bij het Erasmus MC. En daarmee moest ik een gesprek mee aangaan. Nou, ik heb met die man gesproken. En hij was de knieëndokter van Rotterdam. Nou, heel simpel, lang verhaal kort. Hij zegt, we kunnen opereren. Je bent 16, zit een risico aan vast. Op latere leeftijd kun je slijtage krijgen en al dat soort dingen. En dat hoorde ik al niet meer. Ik zei, dok, wat je moet doen, doe het als ik maar weer kan voetballen. Punt. Daar was ik heel, heel duidelijk over. Nou, en je ouders? Van, nou, want je bent nog 16 op dat moment. Hadden je ouders daar ook nog invloed over? Tuurlijk, ik ben minderjarig. Dus mijn ouders hadden er zeker invloed over. Alleen ik heb ze ook achter die beslissing om te opereren. Ja, nou, ik heb ze daarin ook heel goed meegenomen. Ik heb gesprekken met ze gehad. Ik heb gezegd van, nou, papa, mama, dit is wat ik wil doen. Ik weet dat als ik de behandeling krijg, dat ik mezelf weer erop kan werken. En dat ik mijn doel ga bereiken. Gewoon heel simpel. Papa, ik ga het halen. En ze waren altijd, weet toch, Surinaamse ouders. Je moet eerst je papier halen. Dat weet toch gewoon. Iedereen kent het wel. Ja. Dus anders mocht ik ook niet naar Vitesse gaan. Maar die had ik gelukkig op zak. En na een lang verhaal kort weer. Papa, ouders, steunen me. We zijn erin gegaan. Operatie ingegaan. Was best wel heftig. Mijn moeder had het zwaar daarmee. Want die ziet opeens de zoon, gewaad en alles. En dan moet je opeens liggen daar, verdoving, noem het maar op. En boren, zagen, doen, alle mikmakkies. Maar ik zei één ding tegen die dokter. Ik zeg, dok, wat je ook moet doen, doe het. Want ik weet dat ik mezelf er bovenop ga werken. Weet je, wat er ook mogelijk is met specialisten, met mensen om me heen, noem het maar. En hij zei me nog één keer, maar je gaat niet minder eruit komen. Je gaat sterker eruit komen. En waarom? We gaan nu iets wat kapot is in je lichaam, gaan we verbeteren, gaan we vastmaken. Alleen door middel dat jij nu een bepaalde werkethiek gaat moeten hanteren, dus je moet je benen gaan optrainen, je moet je knieën gaan optrainen, je kuiten en al dat soort dingen, je buikspieren, ga je er sterker uitkomen fysiek. En toen dacht ik van, verdomme, dat is wel zo, ja. Want nu doe ik eigenlijk niet de werkjes en de trainingen die ik destijds moest doen voor mijn revalidatie. Dus ik ging me meer focussen op hetgene wat mijn fysiek moest gaan verbeteren. En voornamelijk voor de knieën. Maar daar kwam ook nog bij dat ik dus mijn bovenlichaam moest meenemen. Ik had een hele goede fysiotherapeut, Robert van Singel van het NOC-NSF, bij Papendal. En die heeft me gewoon kapot gemaakt, letterlijk. Letterlijk kapot maken. En dat was gewoon heel duidelijk. Je bent 16, je wilt wat. En hij zei heel simpel, Ivan, we gaan niet je doel kunnen bereiken als je niet het harde werk wilt leveren. En geloof me, dat hebben we gedaan. Ik was 16, ik heb 3 keer per dag moeten trainen. 5 dagen in de week. En 9 maanden lang. In een soort quarantaine. Dus deze quarantaine, die bevalt me nog goed. Maar dat was gewoon afzien. Alleen, dat tegenslag heeft mij wel laten leren hoe je medemens kan zijn, hoe je vrienden kunnen zijn. Dan geef ik een voorbeeld. Voordat ik geblesseerd raakte, dan heb je altijd vrienden over de vloer. Je speelt op pleintjes met 20-tal, 30-tal jongens. Allemaal je vrienden uit de buurt, vrienden. En die komen ook over de vloer. Mijn vader kent ze goed. Vader was een soort voorbeeldfiguur voor de meesten. En dan op een gegeven moment dan gebeurt dat, je noodlot. En dan ga je geopereerd, dan moet je het ziekenhuis in en dan sta je er echt letterlijk alleen voor.
Heel simpel, 16 jaar, je ziet niemand eigenlijk die je komt opzoeken. En dan ga je toch wel denken van, heeft mijn papa altijd gelijk gehad? En hij zei me altijd van, vrienden, pas op. Een goede vriend die zal er zijn in de slechte tijden, goede tijden. En dit was voor mij een eye-opener van, potverdomme, hey, you gotta be all myself, weet je toch? Ja. En dat heb ik meegenomen, dat heb ik echt meegenomen. Want ik zag wel dat gewoon, natuurlijk je familie is er. Maar ik zag wel duidelijk die tendens van, hey, als het goed gaat, dan heb je meer vrienden. Ja. Minder moeilijk te zoeken. Dat is ook eigenlijk een lifeline die ik nu gebruik. Ja. Ik heb maar een kleine cirkel. En dat gaat gewoon hoe het is. Alleen, nogmaals, tegenslagen, die zijn altijd mogelijk om te overwinnen. Ja. Hoe is het toen gegaan na die operatie? Want je bent er, zoals je zegt, sterker uitgekomen. Teruggegaan in het betaald voetbal. Hoe heb je je toen nog ontwikkeld? Want je was inderdaad een rising star. En iedereen, dat was de man, de next big thing. Mm-hmm. Hoe is het vanaf dat moment gelopen? Nou, na dat moment, tweede seizoen dat ik terugkwam in de A1 van Vitesse. Zijn we kampioen geworden, onverslagen kampioen. Topscorer ook geworden. Dus gelukkig kon ik me gelijk weer, mijn gretigheid kon ik laten gelden. Dan kom je in de belofte. Eigenlijk dat is een beetje het carrièreopbouw, weet je, hoe je dan echt in het profwereldje komt. Nou, ik heb een hele moeilijke periode gehad in de belofte van Vitesse. Trainden we met 4 man. En was daar een trainer die mij ook weer levensles heeft geleerd. Hij zei, Ivan, ook al train je met 2 man, train zoals je traint, zoals je met de heel elftal traint. En ik had daar een beetje de touwtjes laten vieren. Waardoor mijn potentie er niet uitkwam, voetballend niet, maar ook niet qua mentaal. Ik kwam laat en al dat soort dingen. Het was niet mijn ding. En na dat gesprek met hem heb ik echt alle zeilen bij moeten stellen. En heb ik na de winterstop alles goed gedaan eigenlijk wat normaal was. En ik ben gescout door een club, RBC, met trainer Maaskant. Die heeft me dus erbij genomen bij die Uprising Club. Goed half jaar genomen. Goals gemaakt in de na-competitie, waardoor dus RKC mist kon opvaren met Martin Jol en met Marcel Brands. Ja. Nou, daar heb ik super veel aan te danken, want dan ben je een jong gassie, je bent 18 jaar, je wilt die stap maken naar het grote werk, maar met een omweg, want iedereen wil gelijk bij Vitesse 1, in Vitesse 1, maar dat is niet voor iedereen weggelegd. Heel goed met mijn zaakwaarnemer destijds gesproken van, oké, wat is de juiste weg? Is het ook een keertje een stap terugnemen om 2 stappen naar voren te nemen? En ik ben me daar altijd wel bewust van geweest. Van, hey, het is niet een stap terug. Soms is een stap terug in onze optiek is eigenlijk een stap vooruit. Want ik speelde in de beloftes en ik ging in de Jupiler spelen. Wat elke week op tv kwam. Je bent eigenlijk in 1 klap bij prof. Alleen het is op een 1 na hoogste niveau van Nederland. Ja. Nou, ik heb die kans gepakt. Jaar erop gepromoveerd trouwens met RBC. Belangrijke goals voor ze kunnen maken. RBC wilde me houden. Ik ben toen naar RKC toch gegaan. Omdat ik gewoon die vibe had met die club. Weet je? Het is een familiaire club. Goede begeleiding en al dat soort dingen. Dus dat ik echt die klik had. Goede stap gemaakt daar naartoe. Ontwikkeld. Ik heb 6 maanden lang moeten bikkelen om in de selectie te komen. Om weer echt in de basis te vechten. Toen ik in de basis stond, niet meer eruit gegaan. En Suriprofs kwam, Jong Oranje kwam, in de basis met Dirk Kuyt tegen Estland. Dat zijn allemaal mooie momenten. En dat jaar sluit ik af als tweede topscorer van de club. Als 19-jarig jochie. Nou, er viel meer aandacht komt erop af. Er waren topclubs in Nederland die interesse toonden. Maar ook van het buitenland een paar interesses. Nou, contract opengebroken, iedereen happy with that. Nieuw seizoen gaat starten. Ik ben naar Amerika gegaan, naar mijn familie. Daar 4 weken lang in de pre-season gezeten. En dan kom je terug. Draait een goede week, eerste week. En dan net wanneer je hoort van, er is een beetje commotie, er speelt wat voor je. Scheur ik na een hele zware training gewoon weer een kruisband. Nou, en op dat moment was mijn moeder in Suriname. En ik weet het nog precies. Ik weet nog dat ik haar wilde bellen, maar ik durfde haar niet te bellen. Heel raar was het. Het was heel raar, het is je moeder, maar dan dacht ik toch van, potverdomme, heb ik iets fout gedaan, weet je wel. Je gaat alle scenario's ga je bedenken en denk je, waarom gebeurt het weer met mij? En nu was het niet dezelfde knie als de andere knie. En ik weet nog, ik zat in een busje, ik werd opgetild en ik werd naar het busje gebracht. En in het busje belde ik gelijk, ik zeg, mam,
zat in Suriname. Ik wil u eigenlijk uw vakantie niet verpesten, maar ik heb de dokter al gebeld, alles is goed en geregeld, ik ga onder mes weer. En ze begon te huilen. Ze zei, nee mama, niks aan de hand, komt goed. We weten wat we moeten doen, het is niet de eerste keer, komt goed. Met tranen in mijn ogen. En ze zei, oké, ik geloof in je, komt goed. En je hebt het al een keer gedaan, en bababa. Daarna gelijk de dokter gebeld en die zei, heel grappig, zei hij tegen me, en ik weet het wel. Maandag ben ik er voor je en we gaan gelijk aan de slag. Dat traject was super snel. 6, 7 maanden stond ik weer op het veld. Omdat ik al wist wat ik moest doen. En natuurlijk wist hoe graag ik weer op het veld wilde komen te staan. Was dat een nog grotere drive voor mij. Ook omdat ik al die kennis wist. Ik had al bij heel veel specialisten toch over het menselijk lichaam leren weten. En ja, eigenlijk sindsdien heb ik niet meer het volledige voetbalpotentie eruit kunnen halen. Dus ik heb wel mijn plafond moeten verlagen. Maar al met al, ja, ik heb 14 jaar lang mooi prof kunnen bespelen. Mijn droom kunnen uitoefenen en uitleven. En daarna heb ik eigenlijk mijn droom kunnen voortzetten in het helpen van mensen. Met ja, een bepaalde... Wat kijk je daar bedrijf. Nu ook op die manier naar, op terug? Want het lijkt inderdaad alsof... Dit is wel heel erg sneu dat je... Weet je, weer die kruisband, nu die andere knie. Het is alsof iets of iemand ermee speelt. Dus het is... Alsof er ergens gestuurd wordt aan jouw lot. Alsof je ergens een richting wordt opgeduwd of zo. Zo luister ik ernaar. Ja. Ik kan me voorstellen dat op dat moment jij het nog zo niet ervaart. Want op dat moment ben je gewoon die guy die wil het maken. En nu, bam, word je weer gevloerd. Klopt. Maar later ben je dan gaan inzien dus dat er blijkbaar een diepere betekenis zit achter jouw proces. Ja, maar dat heb ik pas later. Dus zeg maar, in 2007 pas... 2007, 2008, toen kwam ik erachter. En dat was ook weer iets wat mijn leven echt wel op zijn kop heeft gezet. En dat was een periode bij Willem II. Mijn contract werd niet meer verlengd, of nou, we kwamen er niet meer uit, dus het contract ontbonden. En ik trainde in die periode weer bij RKC. Onder de leiding van Sjelko Petrovic, die had me weer erbij genomen. En ik mocht mijn fitheid daar gewoon op peil houden. Nou, op een hele mooie herfstdag was mooi zonnig, alleen het begon net te regenen. Dus voor het eerst weer een lange tijd waren de wegen weer echt glad door de olie die dan weer naar boven komt door de regen. En ik reed rustig naar huis, 50 km per uur, niks aan de hand, maar het was op de Dode Mansweg in Tilburg. En je kan het zeggen, noodlot sloeg weer toe en ik kom in een draai terecht, op de andere weg terecht en ik word frontaal, boom. Gebotst. En blackout. Ik lag op de achterbank. Wist niet meer wat er gebeurde. Ik werd wakker. Ik hoorde een suizend geluid. Glas overal, bloed, dit en dat. En ik dacht, this just happened to me, really? Onderweg gewoon naar huis om boodschappen te gaan doen met mijn vriendin, of met toen mijn ex-vriendin, of toen mijn vriendin, nu mijn ex-vriendin. En ik had net een kleine dochter van 1. En ik dacht, really? Is dit nou gewoon hoe het moet lopen? En ik ontwaak. Ik kluiter uit de auto, vanuit de achterbank. En ik kom naar buiten. Ik zie links van me de auto die me had geraakt. En ik weet dat beeld nog van die mevrouw. Ze lag met haar hoofd op het stuur. Flabbergast. Ik wist niet wat er gebeurde. Mijn nek deed pijn. Later had mijn nekwerveltje afgebroken, een klein stukje. Ik lag tegen een boom. Ik heb gezegd, bel mijn vriendin. Destijds weet toch. En ambulance komt dit. Iedereen kwam te hulp. En ja, dat was het eigenlijk. Op dat moment dacht ik ook van, het is nu helemaal klaar. Ik denk ook letterlijk dat ik in mijn flash even weg ben geweest. Omdat ik gewoon niet kan herinneren dat ik bij zinnen was. Ik denk dat ik gewoon even gone was. En dat ik gewoon echt een engeltje op mijn schouders had. Die mij heeft gezegd van, Iwan, dit is gebeurd. Wees bewust van wat je nu gaat doen of hoe je nu hebt geleefd met je leven. Je hebt misschien al die jaren nu geleefd voor jouw doel, voor jouw dromen. Maar jij hebt meer kennelijk in je mars. Ga die boodschap uiten. Weet je toch? Ga die boodschap delen.
Het was heavy, omdat het was een auto-ongeluk, waarbij ik dus destijds ook afgezonderd was. Ik woonde in Tilburg, mijn familie, iedereen, vrienden waren in Rotterdam. En wat ik toen heb gedaan is, ik heb me opgesloten, ik heb me afgezonderd. Ik had een game room, ik had een man cave, en daar zat ik gewoon bijna heel de dag in. Ik wilde niemand zien, ik wilde niemand horen. Boom, gewoon daar. Gewoon alleen maar gamen, afsluiten en zo. Maar wat ik niet deed, was erover praten. Gewoon standaard ben ik gewoon, ik ben opgegroeid als een best wel introvert jongen, heel verlegen ook vroeger. Maar ik kon er niet over praten. Dat kropte bij mij bepaalde woede op. Weet je, een woede van, hey, begrijpen mensen mij? Begrijpen mensen mij die bijvoorbeeld de media, die allemaal domme of rotzooi over me schrijft, terwijl ze me niet kennen. Alles kwam al eigenlijk op elkaar neer van, hé, hey, de voetbalwereld, dit, misschien de kruisbanden, zo'n auto-ongeluk. Allemaal vragen. En uiteindelijk van, hé, hey, wat heb ik gedaan tot nu toe met mijn leven? Wat heb ik gedaan ook voor mijn medemens? En dat, die vraag triggerde mij het meest. Van in de voetbalwereld leef je toch wel meer voor, hé, hey, de prestatie aan zich, weet je wel, als topsporter, je wilt presteren, je wilt mooie prijzen behalen. Ja. En uiteindelijk natuurlijk ook goed verdienen. Maar is dat het enige wat je kan teruggeven aan je medemens? Dat ze naar je kunnen kijken en van je kunnen genieten hoe je speelt? Of kan je nog meer daarmee doen? En later besefte ik me dus van, ja, ik kan er meer mee doen. Want ik ben iemand die best wel begaan is met mensen. Alleen ik kon het me toen nog niet verwoorden. Dus ik heb die confrontatie met mezelf moeten aangaan. En dat was best pittig. Ja. En die confrontatie was nog pittiger, want het was gewoon in een auto. Waarbij ik dus echt het moment had dat ik dacht van, ja, Mino, one more, ik wil niet meer. Is klaar. Ik ben klaar. Wat sta ik nog hier op aarde of wat dan ook. Alles gaat niet hoe ik zou willen dat het moet lopen. Dus eigenlijk, als ik het goed hoor, heb jij in dat, nou laten we het gewoon zeggen, wat het bijna klinkt te zijn, een bijna doodervaring. Of misschien zelf, je was al daar. Klopt. En bent teruggestuurd. Heb jij dus duidelijk de boodschap gekregen om een groter leven te gaan leven. En dat is dus iets groter dan jezelf. Ja. En om jezelf eigenlijk alleen maar nog te gaan gebruiken als tool, als middel, ervaringsmiddel. Om dus nu anderen te helpen die misschien soortgelijke dingen meemaken, of die ook tegen grenzen aanlopen in hun leven, of die ook tegen obstakels aanlopen in hun leven en dan ook niet verder moeten. Jij had nu de ervaring en inmiddels ook de ontwikkeling als met tools en kits die je aan het scheppen, aan het creëren was, om die mensen te dienen. En daarom ben je waarschijnlijk teruggezonden. Klopt, denk ik. Ik geloof erin. Weet je, ik ben best wel spiritueel aangelegd. Mijn vader heeft me daarin ook altijd meegenomen in dat soort dingen. Maar ik geloof wel dat ik voor een reden door kon gaan, zeg maar. Want je had dood kunnen zijn. Ja, letterlijk. Letterlijk. Als je die auto ziet, dan snap je wel dat het een wonder is dat ik er nog zit. Ondanks dat ik misschien een beetje goed gebouwd ben, maar geloof me. En het was nog een geluk dat mijn broertje die ochtend niet mee is gegaan. Want hij zou de training komen kijken. We hadden die avond een iets langer doorgespeeld op de game, op de PlayStation. En ik weet nog dat ik die ochtend, we zouden boodschappen gaan halen nadat de training klaar was. En ik zei nog tegen een bro, ga je mee? Hij zei, nee, ik ben moe, lange avond. Ik zeg, oké, ik zie je zo, ik ga trainen. En hoe ik dus naar de garage liep om de auto te openen, iets zei me, heel raar, ik weet het niet. Maar er zat een babystoel in de auto. En die heb ik eruit gehaald. Vraag me niet waarom. Ik heb hem onbewust uit de auto gehaald. En die zat rechts achter mij. Dus als ik hier de bestuurderskant heb, hij zat rechts achter mij. Eruit gehaald, getraind, ga van de training naar huis. Ongeluk gebeurd. Weet je waar ik was beland? Rechts achter. Met mijn hoofd rechts achter tegen het raampje ben ik geklapt. En waarschijnlijk zou ik dus met mijn nek tegen het babystoeltje zijn geklapt. Wat de politie later ook zei, waardoor ik eventueel nog slechter eraan toe zou zijn. Dus
Wow. I don't know what it was, maar ik heb iets uit mijn intuïtie gedaan en ik moest dat stoeltje eruit halen. Wellicht heb ik in mijn onderbewustzijn gedacht van, hé, hey, we gaan daar boodschappen halen of zo, laat me dat vast eruit halen. I don't know. Maar ik heb hem eruit gehaald, boom, stond in de schuur. En ja, het noodlot is helaas gekomen. En, dit klinkt allemaal als dingen die bijna buiten jezelf gebeuren. Dat, weet je, iets bovennatuurlijks, iets groter, larger than life. Iets waar je als mens en jouw menselijke kwaliteit en capaciteiten weinig invloed over hebt of weinig controle over hebt. En dan ja. Snap ik volledig beyond yourself. Ik kan hem dan meteen, kan ik hem inkoppelen. Dat beyond yourself dan een maaksel is van jouw reis. Dat het een bijna een vloeiend verlengstuk is van wie jij bent. Ja. En ik heb een beetje, sinds ik jou heb ontmoet, heb ik een beetje kunnen zien wat voor werk jij doet. Maar ik heb ook jouw werkethos gezien, je werkethiek, je drillen, maar ook je coaching. Van hoe jij mensen begeleidt van een punt tot waarvan zij soms denken dat het maximaal haalbare is, naar een ander punt waarvan ze terugkijken en denken van hoe heb ik kunnen ontdekken dat er nog een stukje meer is. Ja. Kan jij mij wat vertellen over die transitie? Want er zijn zoveel van ons die denken en ervan overtuigd zijn dat wanneer we bijvoorbeeld een exercise doen en we moe raken en dat punt bereiken van oké, mijn lichaam zegt nu tot hier en niet verder. Wat kan jij vertellen over dat stukje wat daarachter ligt? Want blijkbaar is er nog iets daarachter. En dat haal jij uit mensen. Nou, wat erachter zit is altijd van, kijk, je hebt het proces. Arbeid, rust, herstel. Toch? Ja. Maar dat betekent niet dat het alleen daar moet blijven. Arbeid, rust, herstel. Alleen na je herstel kan je weer arbeid. En waar veel mensen zien van, oké, ik heb getraind, ben buiten adem, ik kan niet meer. Dat is iets, als ze dat zeggen, hardop ook, ik kan niet meer. That's the truth. Je kan ook niet meer. Pardon, als jij dan dat kan omdraaien en zeggen, à la Obama, ik ben kapot, maar ik ga door, ik kan het. Dan geef je een signaal aan je lichaam van, hallo, je kan moe zijn, maar hierboven, daar zit het, de directie zit hier. En die bepaalt alles wat er gebeurt met het lichaam. Dus als het lichaam een signaal aangeeft van, hey, hallo, ik kan niet meer, dan is het aan de directie om te zeggen, nou, jawel, ik beloon je goed, je krijgt goed te eten, je krijgt goed te drinken, je kan nog wel door, alleen je wil niet door. Dat is iets anders. En als het de mind, de directie, de signalen van het lichaam gaat overnemen, dan gaan ze erin geloven en dan gaat de directie ook zeggen, nou, ik kan het niet meer, en dan ga je dat ook uitspreken. Nou, dat is vaak een moeilijk proces om eruit te halen bij de meesten. Want dat zit ook een stukje met geloof. Zelfreflectie, zelfesteem. Van wat kan je zelf? Veel mensen komen ook naar me toe. Ja, ik ga eerst conditie opbouwen voordat ik met jullie kom trainen. Ik denk van waarom? Waarom zou dat? Dat is toch juist een heel krom proces. Kom juist nu met ons. Ga lekker trainen en ga je ding doen. En begin te groeien. Er zit geen grens aan de manier hoe je een training kan beginnen. Jouw werkethiek is niet de werkethiek van een ander. Je moet niet kijken naar buurman of buurvrouw. Nee, je moet kijken naar jouw pad, jouw werk. Wat kan jij leveren? Als de ander iets verder is, omdat ze in het proces van geloven een stukje verder zijn. Van, hey, ik kan op dit bankje springen en ik kan het niet één keer, ik kan het niet twee keer. Ik kan het 10 of 20 keer, boeien. En als ik het gevoel krijg dat ik misschien wat zware benen krijg, hey, dan schud ik mijn benen even uit en ik ga weer door. Nou, en dat is vaak ook iets van wat je kan koppelen aan iets we willen bereiken. Veel mensen willen bijvoorbeeld afvallen of wat spiermassa kweken of gewoon lekker vitaal zijn. En ik vind dat nog het meest belangrijke, het vitale aspect. Het vitale aspect is vaak gekoppeld met ook de visuele of de fysieke aspecten. Als je vitaal goed in je vel zit en je bent krachtig, maar ook tussen je oren, dan komt vaak ook de fysieke transformatie beter aan het licht. En ik heb daar nu al een aantal voorbeelden mee kunnen maken, hoe mensen die transformatie zijn ingegaan. En wat ik vaak heb gezien is dat we eerst hierboven moeten werken, dus heel veel gesprekken moeten aangaan tijdens de training. Dan komt er ook heel vaak aan het licht van wat voor persoon is die persoon waarmee je werkt. Is het een vechter, is het een streber, is het iemand die makkelijk op kan geven, is het iemand die wel wilt, maar niet kan.
kan van alles zijn. Daar moet je als coach moet je daar heel goed mee omgaan. Kijken van, hey, wat voor persoon heb je daarvoor? Hoe prikkel je die persoon? Want dat is ook weer iets. Weet je, als die persoon denkt van, ja, Amahoula, zoek het uit. Ja. Wat kan jij daarmee als coach? Weet je, en dan ga ik best wel vaak, kom ik best wel vaak diep of heel hard over. Maar alleen maar met goede intenties. Want ik zeg ook tegen iedereen die ik zie, het maakt me niet uit, licht, groen, jong, oud, I don't care. Ik geloof in die persoon. Weet je, ook al kijken mensen nu mee, ik geloof in de persoon die nu kijkt naar dit. Van dat je alles kan wat je maar zou willen bereiken. Alleen de vraag is niet of ik in je geloof, de vraag is of jij in jezelf gelooft. Jezelf gelooft. That's all. En vaak zeggen, ja, ik geloof in mezelf. Ja, simpel, ik geloof in mezelf. Maar wat definieert het dat jij in jezelf gelooft? Uit welke handelingen kan jij halen dat wat je doet en laat, dat je in jezelf gelooft? En dat je blij bent met jezelf en dat je tevreden hebt met jezelf. En dat je de handelingen die je nu verricht, dat die een meerwaarde zijn voor jouw groei. En wat ik hieruit hoor, is duidelijk. Het moment dat jij op die manier praat tot jezelf, dus tot het lijf, mm-hmm. Dan geef je als het ware jezelf toestemming om te groeien. Het lijf gaat groeien. En je lijf gaat ook harder werken voor je. Want je beloont het. Klopt. Je beloont het met liefde. Je beloont het met zelfliefde. Met respect. Met waardering. Met aandacht. Met die vitale aandacht waar je het over hebt. En dan gaat hij dus ook meer voor je doen. Meer dan dat je dacht dat het kon. Ja. En dan ben je beyond jezelf gekomen. Ja, klopt. En een mooi voorbeeld hiervan is, kijk, als ik even terug ga refereren, Beyond Yourself is eigenlijk heel simpel, je ziet het al. Iedereen doet het. Alleen iedereen doet het onbewust. Heel simpel. Iedereen groeit. En dan begin ik terug, 9 maanden, dat je 9 maanden in de womb zit. Je bent een klein embryootje en je wordt een kind. Nou, het kind komt eruit en je gaat groeien. Je gaat eten, je gaat drinken en je groeit. Onbewust groeien. Toch? Dus je gaat al voorbij jezelf, constant. Dan ga je kruipen, dan ga je leren staan, dan ga je leren lopen. Dan val je, dan sta je weer op. En dan ga je door, en dan ga je fietsen. En dan val je en dan sta je weer next level. Ja. Next level, elke keer. Dat is onze, denk ik, onze purpose ook. Het groeien telkens grenzen. Waarom gaat iedereen naar school? Waarom wil iedereen een diploma? Als ze een diploma hebben, wat doen ze? Yes, ik heb het gehaald. Ze krijgen een baan. Hey, yes, ik heb het gehaald. Hand in de lucht. Iedereen is bezig. Je haalt je rijbewijs weer halen. Moet je gaan offers brengen. Dan moet je gaan tijd gaan investeren. Je haalt je diploma beyond yourself. Onbewust misschien. Hey, je start een ondernemer. Onderneming. Boom. Vallen opstaan. Eindstand is je onderneming succesvol. Boom. Beyond yourself. En jouw boodschap is duidelijk en helder. Neem dat proces wat een heel natuurlijk proces is. En doe er jouw voordeel aan door het bewust in te staan, door je er bewust van te zijn en door op die manier is ook jouw eigen gesteldheid, zeg maar, voorop te stellen. Ja, en dat nog meer te laten groeien en die potentie nog meer naar buiten te laten komen door dus dat stukje erkenning aan jezelf te geven. Ja, true. Ja. Ik vind het echt een leuk proces ook. Ja, het is een boeiend proces. We zijn een beetje door onze tijd heen. Wat ik zo mooi en krachtig vind, ook aan jouw persoonlijk verhaal, is dat vind ik een hele mooie, ik denk dat veel mensen daar ook herkenning uit gaan putten, is dat niks in jouw leven gebeurt zonder reden. Alles heeft een bedoeling en alles heeft een bestemming. Klopt. En er zit altijd een roeping in. En zoals jij nu je roeping gevonden hebt, en menig een ook op zoek zijn naar zijn of haar roeping, is dit een mooi voorbeeld van wat je kan doen beyond jezelf, groter dan jezelf, om ook dienend te zijn en mensen te helpen. En niet alleen voor jezelf te leven. Klopt. En want het is uiteindelijk ook je hand uittrekken. Ja. Het is ook uiteindelijk je hand uittrekken. Ja. Dank je. Geen dank. Ja, man. Het leuke ervan is dat je ook dus ziet van als mensen bewust dat proces ingaan, dat ze dus ook echt gaan inzien van, hey, misschien wat ze nu doen, dat het misschien niet hetgene is wat ze zouden willen doen, wat op hun lijf is geschreven. Dus stel, jij bent bouwvakker, maar hetzelfde geld moet jij je schilder worden. En dat is je passie. Nou, ik zie het altijd zo, als je passie hebt en je gaat 100% voor jouw passie, dan kan je beter worden in hetgene wat je leuk vindt. Maar als je iets gaat doen waar je misschien goed in ben, maar het is niet je passie. Op den duur komt er een punt dat je gaat denken van,
die sleur. Het gaat maar van het een naar het ander. En daarom zie ik het ook zo, als je passie uitoefent, is het voor jou geen werk. Dan is het energy, weet je wel? Dus het is gewoon een en al een putteloze energiebron. En dat is zo belangrijk, want dan word je niet meer wakker van alarm, weer dezelfde sleur. Nee, let's go get it. Let's do what we like to do. En laten we ons steentje bijdragen in hetgeen waarvoor we hier op aarde zijn gekomen. En dat is gewoon grow. Help people out. Maar je kan alleen jezelf helpen als jezelf, of je kan alleen anderen helpen als je jezelf hebt geholpen. En daarvoor moet je ook dus in jezelf geloven. Believe in yourself. Thank you, my friend. No thanks. Geweldig. Check deze man, want weet je, wil je je grenzen opzoeken, ik blijf het zeggen, dan heb je soms ook mensen nodig die jou coachen naar dat moment. Want we kunnen het niet alleen. Ik weet het zelf ook voor mijn eigen. Ik zoek altijd inspiratie, ik zoek altijd motivatie. We hebben elkaar nodig om daarin te groeien. Ik heb hier een vrouw thuis die doet bootcamp en ik doe dansdocent. Dus die zit me ook altijd triggeren om daarin te groeien. Weet je, dus omring je ook met dit soort mensen. En ik wil je bedanken voor je stukje inspiratie, man. Thank you, sir. Ja, geen dank. Want ik weet nog ons gesprekje aan de telefoon. Ja, je wilde ook die connectie met mensen. Maar ja, ik zei ook, ga die Zoom dingen doen. Ga online. Ga jouw energie delen met die mensen. En dit is wat je nu doet. Ook weer een moment van beyond. Lekker. En nu raak jij ook de mensen die je toch altijd al raakt. Alleen nu is dat even op een vervelendere andere manier. Andere manier. Niet minder. Maar niet een mindere manier. Nee. Thank you, man. We gaan elkaar heel snel weer spreken. We gaan elkaar snel weer spreken. Bedankt voor dit moment. Ciao. Thank you. Ciao.